Het heeft met een bepaalde grip. Hoeveel pakt die schaats in het ijs? Dat moet ook niet te veel zijn, maar ook niet te weinig. Ja. De finesses die komen echt heel nauw. En dan moeten de ijsmeesters die moeten met schaatsers praten. En die moeten aan de hand van wat de schaatsers zeggen, gaat de ijsmeester bepalen, in dat geval hoe Beert die dat in het verleden deed, ja, wat die met de knoppen gaat doen. Ja. En naar mijn idee staan de knoppen, die zijn er gewoon. En de deur gaat dicht en de slot erop. Er wordt een keer gedweild en we gaan met elkaar schaatsen. Ja. Ik denk dat het op zich nog knap is wat er nu gereden wordt. Maar het kan altijd beter. Nou, ik wil zeggen, deze drie mannen die hier op het podium staan, die zijn hartstikke tevreden over dit ijs. En, ja, het zijn geen kinderachtige tijden wat er gereden is. Zeker niet, zeker niet. En daar staat hij, Wesley Dijs, op de derde plaats. Patrick Roest. Ja, als je ik hem hoort, had hem een podiumje hoger. Als je hem geschat, hoort, ben je te laat. Ja. Dat wordt nu zijn middle name. En Thomas Krol. Ja, wat een klasbak. Geen 1500 meter gereden dit seizoen. Dit is zijn eerste. En met die eerste wordt hij nationaal kampioen. Net als vorig jaar. En als hij de medaille uit de knoop heeft, dan klinkt voor hem. En wat een mooi begin van het seizoen van Wesley. Nederlands kampioen Thomas Krol. Twee keer Jumbo-Visma en één keer Team Reggeborg op het podium voor deze 1500 meter. Thomas Krol, Patrick Roest en van Team Reggeborg, Wesley Dijs. We zijn benieuwd naar zijn verhaal. Hij staat bij Bert. We kennen je naam, we kennen je gezicht, maar je stem nog niet. Nee, dat klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is dit een geweldige opluchting? Derde op het NK? Ja, ja, zeker. Dus een beetje, eindelijk komt het eruit, zeg maar. Zo voelt het. En ja, het ging gewoon heel lekker. Ja, hoe bedoel je dat eindelijk komt het eruit? Ik heb vaak dat ik merk dat ik fysiek wel echt goed ben. Maar dat er dan altijd kleine dingen zijn die we nou net weerhouden van nou, zo'n race als deze. En dan is het toch fijn als het er een keer eruit komt. Ja, zo'n race als deze, want dit was je beste race qua tijd ooit. Ja, ja, zeker. Ja, beter dan die in Calgary vorig jaar. Dus hoe dat kan is, dat? Ja, harde schaatsen. Ja, dat begrijp ik. Maar de meeste mensen rijden op hooglandbanen harder dan hier. Ja, nou, dat was dus zo'n race waar het allemaal net niet klopte. En als het dan hier net wel klopt, dan gaat het gewoon harder. Was dit ook het grote doel? Was dit het maximaal haalbare wat jij in je hoofd had? Ik had niet echt een limiet qua tijd opgeschreven vandaag. Maar klassering misschien? Wat zei je? Een klassering misschien? Je gaat wel voor podium. Dat Kijk. Was zeker een doel vandaag. En ik wou gewoon technisch een hele goede race rijden. En dat lukte. Ja. Hoe komt het dat het nu lukt? Je rijdt harder, dat zei je al, dat hebben we allemaal gezien. Maar is er ook een schwung in jouw carrière gekomen? Ik probeer gewoon de stijgende lijn vast te houden. Elk jaar te verbeteren. En dat is nu al een soort van gelukt. Of was er nog een fijn doel bij dat je dacht van ja, drie Jumbo-Visma mensen op podium, dat hoort niet. Dan moet ik tussen. Ja, ik reed als enige van de ploeg, helaas. Als enige van de ploeg vandaag de 1500 meter. Dus dan weet je toch wel een beetje, ook voor de ploeg. Want we hebben al wat pech, als het ware, gehad. Qua corona. Ja, en Ronald is ziek. Dus ja, we hadden al wat tegenslagen. Ja, en dat is wel mooi als je dan toch nog op het podium kan rijden. Is dat dan de schwung die jou brons oplevert? Het was wel een extra motivatie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Ja, mooi. Wesley Dijs. Ja. Volgend jaar maak jij een ander podium, hè, bij het NK.
Dat hangt van het voorseizoen af. Dankjewel, Rintje. Ja, wij zijn uitgepraat. Ja, ja we zijn dankjewel. Uitgepraat. Dag, tot ziens. Want ik tover straks gewoon Annette Gerritsen weer tevoorschijn. We gaan het hebben over de 500 meter voor vrouwen. Dus over twee omlopen. De eerste is geweest. En wat was ze snel? Femke Kok. Kok is de revelatie van vorig seizoen. Mescherpe openingen. De grote vrouw van de laatste WK junioren. Wereldkampioen junioren bij de 500 meter, 1000 en allround. Ready. Waar eindigt haar ontwikkeling? Goed weg. Een schiet uit de startblokken meteen, pakt ze afstand van Timmers. Ze zit ook meteen diep. Dat valt ze op. En kijk eens hoe hard ze wegrijdt op de eerste 100 meter bij Jorien Timmers. Levert een 10-5 opening op. Prima opening voor Kok, 10-9 voor Timmers. Is ook uitstekend hoor, voor Jorien Timmers. Kijk wat het verschil is. Nu moet Timmers heel veel inhouden, maar Kok rijdt al dik 53. Snelste tijd tot nu toe. Vladerus met 38-39. Kok zou de 37 in moeten kunnen. Opnieuw. Femke Kok finisht hier voor Timmers in 37-88. En dat bleek de enige vrouw onder de 38 seconden. Femke Kok, het grote talent. En ze maakt echt die stappen. Jutta Leerdam is de nummer 2. Wat kan er nog gebeuren? Nou, ik vind de onderlinge verschillen zijn redelijk groot. Als je kijkt naar Femke Kok, de 37-88. Daarachter Jutta Leerdam met 38-18. Dus toch wel 3/10. Ja. Op nummer 3 een nieuwe naam, Marit Vladeres. Die heeft waarschijnlijk net als Femke ook nog nooit met de tweede 500 te maken gehad op één dag. Dus ja, wat zij hierop kunnen is sowieso heel erg afwachten. Ja, maar wat kan Jutta? Want daar weten we wel van wat hij kan. En die is ook al wel wat gewend in haar nog hele korte carrière. Gaat zij hier echt haar tanden inzetten? En ja. Kan ze dan meer? Ik verwacht het wel. Ook omdat zij eigenlijk meer dan 1000 meter rijdster is. Ja. En daar en hier en dan toch een beetje in het voordeel is. En ze heeft die laatste binnenbocht. Ze kan gewoon echt lekker gaan jagen op haar tegenstandster. Leuk om te zien, hè? En leuk ja. Ook hoe Femke Kok omgaat met zo'n tweede 500 meter. Wat verwacht jij? Ze is gewoon een hele goede doen. Er komt gewoon nog een 37er. En als zij echt die kruising goed gebruikt, de zenuwen onder bedwang houdt, dan verwacht ik gewoon een hele strakke tijd. Ja, daar ben ik ook zo benieuwd naar of ze die voelt überhaupt. Zo lijkt het, zo lijkt het namelijk nooit. Nee, maar zenuwen voel je. Die zijn gewoon in je lichaam. Maar je kan ze ook positief gebruiken door ze gewoon juist als kracht in te zetten. En dan kan het je net iets extra's geven. We gaan kijken naar die tweede omloop van de 500 meter op dit NK per afstand. Onze commentatoren Martijn en Erik, gaan jullie gaan. Ja, wie houdt de zenuwen het best onder bedwang? Leerdam is een ijzeren dame als dat moet. Dat heeft ze laten zien op grote wereldkampioenschappen, races. Maar Femke Kok is dat op haar niveau natuurlijk eigenlijk ook wel gewend, Martin. Want zij is een geweldenaar op juniorenniveau geweest. Wereldkampioen, allround junioren, zoveel titels gewonnen. Reed ook hele sterke 3 kilometers. Maar dat kon Jutta Leerdam in haar juniorentijd ook. Maar help je dat psychisch? Ja, twee afstanden zijn die lui gewend. Ze rijden niet tegen elkaar, daar te zien in ritten. Ja, rit 8, Voskamp tegen Leerdam en Termors. Tegen Femke Kok in rit 9. Fantastisch. Verkerk wil zich verbeteren. Rit 1, 39-6 en 40er voor Weland. Vooral de opening van Weland liet wat te wensen over. Die 11-3 uit de eerste omloop. Nummer 15 tegen de nummer 18 in het klassement. Dat opgemaakt wordt over 2 omlopen. 10-9 voor Verkerk, 11-1 voor Weland. Daar is het 2/10 sneller mee. Hoort dat ook van haar coach? Beter. Sommige coaches zeggen ook gewoon niets hè, op die 500 meter kruising. Nou, je kan eigenlijk weinig toevoegen. Je rijdt zo hard als je kan. Verkerk wint dit weer. Verkerk voor Weland. Verkerk nu in 39-60 opnieuw. Exact dezelfde tijd als in de eerste omloop. Weland is nu 3/10 sneller. En dat zat hem echt in die eerste meters. We hebben dus al veel
jonge talenten aan het werk gezien. We hebben gezien hoe die grens van de 39 voor veel dichterbij komt. Jutta Leerdam heeft die grens van de 38 al gepasseerd, maar nog niet op dit toernooi. Nee. Daarmee werd ze nationaal kampioen vorig seizoen en die titel staat nu onder hoogspanning. Femke Kok is de enige die dit seizoen van alle Nederlandse vrouwen een 37er heeft gereden. En nu dus al twee. Eentje in het voorseizoen en eentje op dit nationaal kampioenschap. Greveld dan tegen Luchters. Vrouwen die de tijd krijgen om te groeien. Greveld 11. Die wil echt in die 10. Dat kan ze ook gewoon. Ik zei het al, won de Youth Olympic Games op natuurreis in St. Moritz. Natuurlijk schilderachtig en geweldig om daar te rijden. Nou, Luchters heeft ook al een PR van 2 jaar oud. Zat er wel dichtbij net. 300ste. Luchters, 39-38 genoteerd. Greveld naar de 40. Nu een 39-24 voor Luchters. En 39-88 voor Greveld. Het is een persoonlijk record dus voor Maud Luchters. En een voorzichtig knikje van Luchters. Maar dat persoonlijk record stond al een tijdje. Sterk optreden van de nummer 3 van de NK junioren van vorig seizoen. En het zegt ook iets over de kwaliteit van die nieuwe lichting. Als je kijkt in het klassement, de ranglijst na 1 omloop. Flederus hoog. Kok, wereldkampioen junioren. En kijk nog even de paniek bij de Neling. Even het bandje vergeten. Dat moet je dus zelf meenemen tegenwoordig. Dat is nieuw. In volle haast nu richting de start. Daar is aangekomen. Go to the start. En dan sta je toch met wat extra adrenaline in je lijf. Voor deze rit tegen Janine Smit. Die fors tegenviel. En dat is eigenlijk ook wel te zeggen van de Neling. Twee vrouwen die nationale titels hebben gewonnen. De Neling. Het sprinttoernooi. Smit op de 500 meter. Het knieklachten gehad, de Neling. Dat verklaart natuurlijk minder optreden. Weer een degelijk op de opening van Smit. Daar ligt het er nooit in. Ja, ze is altijd fel. Wil heel graag de Neling. En heeft ook wat mooie tijden kunnen laten zien. Maar dit seizoen een moeilijke opening. En dat geldt eigenlijk ook wel voor Smit. Dan kan ze zich hier een beetje herpakken. 39-14 in de eerste omloop. Die moet naar de 38. En dat lukt. 38-82. En de Neling naar 39-92. Geen rol in het klassementje. Geen rol op deze 500 meter. En dat zal wel even wennen zijn voor Smit. Die ook de wereld overreisde. Voor wereldbekerwedstrijden. Aan een WK mee mag doen. Ja, dat is kampioen geweest. Ja. Veel Friese pakken. Schaatsers trekken hier naartoe te sprinten. Dus de Friesen hebben al een sterke sprintselectie. Daar maakte deze Beuling. Go to the start. Ook wel deel van uit. Nu van Team Ico heeft een pad uitgetekend dat hij richting de wereldtop op de 500 meter moet brengen. Kan nog wat groeien op kracht en techniek, zei ze zelf. Ze schaats tegen Van Beijnen. Ja, jonger. De eerste meters zijn voor Van Beijnen. Weer 10-7 in de opening. Beuling naar 10-9. Ook Beuling reed al een wereldbeker. Allemaal van die vrouwen die op het raam kloppen van de nationale top. Ja, dan moet het wel goed vallen op een toernooi als dit. En vooral als die druk van achteren, die grote aanloop van jonge talenten zich nadrukkelijk laat zien. Moet je vechten voor je plek. 38-90 finisht achter Janine Smits. Hij komt ook in het klassement achter Smit op deze 500 meter. De eerste paar ritten op deze 500 meter bij de NK afstand. Namens team Zaanlander, Marijke Groenewoud.
twee teamgenoten nu tegen elkaar. Terwijl Femke Kok zich rechts in beeld opmaakt voor haar 500 meter. Zij sluit af tegen Ter Mors. Daarvoor Voskamp tegen Leerdam. Go to the start. Dit is in rit 5. Groenewoud tegen Dul. Tegen elkaar, ploeggenoten. Groenewoud reed net een persoonlijk record. Ready. Duikt meteen goed naar beneden, Groenewoud. Dul. 11-1, dezelfde opening als Groenewoud. Het zijn niet de vrouwen van de raadsnelle eerste meters. Je moet echt de 10-7 in minimaal. Dat weet bijvoorbeeld Leerdam ook. Snelste tijd tot nu toe, Smit, 38-82. Dul gelijk op met Groenewoud. Groenewoud heeft net iets meer inhoud en komt tot 39-23. Beide wat langzamer dan de eerste omloop. Hoe is dat voor de jonge talenten die nu voor het eerst de tweede keer moeten rijden? Zijn ze wel gewend. Je rijdt natuurlijk vaak die trainingswedstrijden twee afstandjes. 500 en 1000, 500, 700, 500, 1500. En pas op latere leeftijd gaan ze specialiseren naar één afstand per dag. Kok reed vorig jaar nog een allround toernooi eventjes na de weken afstand. Waar ze het wereldrecord junioren 500 meter neerzetten. En kijk naar Ter Mors, die komt uit de shorttrack wereld. Nou, dat was de hele dag races. Race. Ja. Drost tegen Stollinga. Ready. Ja, je zag het, Stollinga stond niet lekker. Je rechtervoet, die moet haakse staan op de startstreep. Die eerste 3-4 passen, daar moeten die schaatsen bijna helemaal dwars zijn om dat vanuit stilstand dat vermogen te leveren. Nou, ze krijgt het vals. Start, buitenbaan. En er zijn naar onderzoeken geweest dat de eerste 20 meter bepalend is voor je 100 meter tijd. Er zit ook wel wat onderlinge druk op natuurlijk. We willen niet voor elkaar onderdoen. Onderlinge verschil, 600ste van een seconde. Ready. De eer. 7-8 het klassement. De eerste pas moet dwars. En dan moet je nu zij duwen. Openingen van beide vrouwen. 10-8 in de eerste omloop. 10-7 nu voor Drost. Stollinga laat hier wat liggen. Maar kan proberen te jagen in deze volle rond. Snelheid. 52 kilometer per uur. Drost. Fel voor een zoen. 2 38ers. 2 CKT en het enkele afstanden. Daar komt Stollinga nog net met het puntje voorbij. En dat zit hem dan in die laatste ronde. Die 27-9 ten opzichte van die 28-2. Het zijn 2 38ers nipt. Maar het brengt ze niet dichterbij. De grens van het podium. Die grens ligt op plaats 3. Ja, we hebben nog 6 vrouwen aan de start. Stollinga staat nu wel als eerste. Vlak voor Smit. Beuling daar wat achter. Ja, wat onrust dus bij de Friese selectie. Want op het allerlaatste moment, toen de nieuwe ploeg van Koevenwij werd bekendgemaakt, werd ook bekend dat zij de overstap maakte op de vrijdagochtend voor dit toernooi eigenlijk wel. To the start. Na donderdag. En dat valt niet altijd lekker. Van Els, 22 jaar jong, tegen Flederus, 19 jaar jong uit Sint-Nicolaas. Ready. Groot talent. Nummer 3. Na de eerste omloop. Met een 38-39. Rijdt wat wilder, maar wel heel snel die schaats op druk. 10-8. Kopieert haar opening. 11-0 van Elst. Goeie bocht hoor, van Flederus. Kan ze hier naar Van Elst toe. Heeft er al bijna te pakken. De WK junioren ging het net mis. Op die eerste meters nu. Maakt ze een goede race af. Die opening 10-8 levert haar een finish op van 38-28. Een persoonrecord voor Marit Flederus.
Heel, heel sterk. Is er wel wat te winnen aan stijl, maar dat is niet zo belangrijk. Want wat ze zo goed doet hier, je ziet het, die schaats op de binnenkant en gelijk aan die afzet beginnen. Ja, ze zet de druk er goed op, ook richting Ter Mors. Dat verschil was maar 2/10. 2600 om precies te zijn. Een hele sterke van Vladiris. Ja, en dan is het nu interessant, gaat het Leer dan lukken om toch nog een beetje druk op Femke Kok te zetten? Moet tegen Voskamp, de nummer 5. Leer dan was de nummer 2, start hier als regerend nationaal kampioen. Ze moet de 37 zien. Ready. Voskamp heeft de snellere opening, normaal gesproken. Geerdam opende 10-7, eerste omloop. En doet dat opnieuw. Ja, dat is voor Leerdam een standaard opening. En dan moet het in die ronde. Keek zagrijnig naar die eerste omloop. Kan nu jagen. Hoog die bocht in. Kijk naar de snelheid. Ruim 53, 54 per uur. Dat is het voordeel van Leerdam. Die moet aanvallen, alles moet geven, moet Kok onder druk zetten. Haar dringen tot het maken van een foutje in de volgende race. Leerdam naar 38-01. Ja, dat zal niet voldoende zijn. Nee. Daar moet Kok geen fouten maken, maar ze had natuurlijk graag een rondje 27-0 laten zien. En dan zei, ja, is dit niet beter dan de vorige omloop? Het is ook wel heel druk geweest, hè, deze week nog om Leerdam. Ja. Met de presentatie, welke dag, wanneer is het rond? Ze is de absolute kopvrouw, moet het ook laten zien. Ja. Gaat het ook echt wel laten zien morgen op die 1000 meter. Het lijkt een perfecte loting zo voor Femke Kok. Die weet hoeveel marge ze heeft. 3/10 ten opzichte van Leerdam. Ja, en dan moet Ter Mors nog rap openen. Willen we geen problemen gaan krijgen op die kruising. Want Kok, 10-4, 10-5. Voor Ter Mors is het gauw 10-9. Misschien 10-8. Femke Kok. Ready. Kan haar eerste nationale titel ruiken. Rijdt voor het eerst dus 2 omlopen. In corona-quarantaine geweest. Moeilijke aanloop, maar laat ze de kop gek maken. 10-6 de opening. Daar is ze iets voorzichtig in. Ja, en rijdt Ter Mors een hele goede eerste 100 meter. Onderling verschil 17e. Kok kan daar meteen in de slipstream van Ter Mors. Titel binnenhalen. Rechtsonder in beeld te verschillen. Kok in het groen betekent dat ze nog altijd een ruime voorsprong heeft op Leerdam. Leerdam 38-01. 37-88. Opnieuw een 37er voor Femke Kok. Zij is gewoon veruit de beste vandaag. Zij is de nieuwe nationaal kampioen op de 500 meter. Dit toptalent dat dus zo snel al boven komt drijven. Dit is een stap naar de top van Nederland. En nu de aansluiting vinden richting de wereldtop. Dat is de volgende opgave voor deze Femke Kok op deze 500 meter. 37-88 tegen 38-01 voor Leerdam. En Vladeres, de nummer 3 in deze tweede omloop met 38-28. Het levert een verrassend podium op dit 500 meter toernooitje. En verrassende beelden. Kijk eens. Heel rustig. Je moet het maar eventjes doen in die tweede omloop. Eerste titel bij de senioren zo. Ja, hier zit het hart van een kampioen in. Dat zie je. Dat zie je aan alles. Rustig, cool. En een mooi handje van Leerdam. Die moet buigen. Het is een jong podium. Het is de nieuwe generatie die echt is opgestaan. Dat had zij natuurlijk al ontketend vorig seizoen, Leerdam. Zij was de eerste, de grote voorganger. Maar als je het nu ziet, 19, 20, 21 jaar oud aan de leiding op deze 500 meter. Kok wint de tweede omloop, wint dus beide 500 meters. Leerdam de nummer 2, Vladiris de nummer 3. En ook wel mooi hè, dat Kok en Vladiris natuurlijk samen op zijn gekomen. En nu ook samen die stap maken naar de top van de senior. Als junior veel samen getraind, samen opgetrokken. En hier staan ze samen op het podium. Op dit NK 500 meter. Een NK om niet snel meer te vergeten.
met nieuwe namen die we nog jaren zullen gaan zien aan de top van de 500 meter. Femke Kok, de nationaal kampioen voor Leerdam. En op nummer 3, Flederis. Met een mooi podium. Termors daar vlak achter. En Voskamp is de nummer 5. Na een sprintdag voor de vrouwen met Femke Kok die haar plek aan de top opeist. Straks gaan we daarover napraten met Annette Gerritsen. Dan horen we natuurlijk ook Femke Kok in een interview met Bert Maalderink. En dan gaan we toewerken naar de laatste afstand van vandaag. Dat is de 3000 meter voor vrouwen. En als die afgelopen is, gaan we rechtstreeks naar de 11e etappe in de Vuelta. Een hele mooie, zware bergrit daar. Tot zo! Het is nog altijd het hartstikke lege Tialf-stadion waar we zojuist gekeken hebben naar de 500 meter, de tweede omloop. Ook gewonnen door Femke Kok in exact dezelfde tijd als de eerste omloop, 37:88. Annette Gerritsen heeft ook naar die wedstrijden gekeken. We wisten dat ze goed was, maar we weten nu ook dat ze er 2 kan rijden. Dat weet ze nu zelf ook, want dat wist ze nog niet, hè? Nou ja, en heel stabiel inderdaad. Ja. Dat, ze hebben het voor de eerste stabieler dan dit bestaat niet. Bestaat niet, nee. En het was wel een hele andere soort race. Ja. Ze was wel goed weg, maar toch net wat minder scherp op die eerste 100 meter. Met een opening van ja, toch wel 10-6. Waar ze dan net even wat laat liggen. Ja. Ze kan echt wel 10-4 openen. Dus daar ligt zeker nog ruimte voor verbetering. Ze heeft hier een hele goede tegenstander. Wederom aan Jorien Termors. Maakt goed gebruik van haar en blijft ook goed wel haar eigen lijn rijden, zodat ze de bocht goed aanrijdt. En vooral, dat kon je heel mooi zien, die binnenbocht en dat laatste rechterstuk, ze blijft zo goed doorversnellen. En doorschaatsen echt tot aan die laatste, of tot aan de streep. Ja, 27-27, ook echt een heel sterk rondje. Femke Kok, de nieuwe ster aan het firmament. Ja. Nou ja, nieuw 20 is jaar. Het in, ja, ze is eigenlijk wel nieuw inderdaad. 20 jaar pas, Jutta Leerdam. Ja, heel sportief. Heeft haar gefeliciteerd. Maar die zetten wel de tanden erin, zoals we al verwachten. Ja. Maar het is toch nog net... Ja, wat is dat? Net niet. Net niet. En deze afstand is voor haar ook gewoon... Die 1000 meter, dat is echt haar domein, zeg maar. En ze heeft gewoon wat wedstrijden hiervoor nodig om echt helemaal die 500 meter te kunnen pakken. Ja. Maar ze heeft wel al in eigenlijk een uur tijd 2/10 verbeterd ten opzichte van haar eerste omloop. De eerste had ze ook wat foutjes in de binnenbocht en nu reed ze, ik vond het er wel strak uitzien. Ja, het was dus echt, het was dit hè, zoveel is het niet. Nee, klopt, maar ze rijdt dan nu 38:01. Het is echt wel een betere tijd dan de eerste omloop. En zo zie je dat het eigenlijk elke rit beter gaat. Femke Kok, veruit de beste tijdens deze 500 meter. Deze 2 omlopen, 37:88, 2 keer. Lekker stabiel. Bij Bert staat ze. Vorig jaar werd je derde en toen was je flabbergasted. Ja. Nu win je. Hoe is dat nu? Ja, dat is supermooi. Daar ben ik echt super blij mee natuurlijk. Ja, het ging het hele seizoen. Aan het begin ging het natuurlijk heel goed. Dus heel veel mensen hadden heel veel verwachtingen ervan. Dus ik had best wel veel zenuwen, omdat ik heel graag wou winnen. Maar het is goed gekomen, dus daar ben ik echt heel blij mee. Had jij zenuwen? Ja. Ja, gewoon ook door al dit corona-gedoe. Natuurlijk hadden we nog een besmetting in ons team. Dus ja, dan ben je er toch de hele tijd mee bezig van... voel ik me ziek of dit en dit. Dus elke keer ben je ook alweer zenuwachtig voor de uitslag... Maar gelukkig was het allemaal negatief, dus... Wij zien niks van die zenuwachtigheid bij jou. Nou, ik stond anders behoorlijk te trillen aan de start de eerste keer. Maar het schaatsen ging op zich wel goed. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja, ging goed. En stabiel, dat is nu al een paar keer gezegd in de studio. Je rijdt gewoon 2 keer dezelfde tijd. Ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Alleen, ik had bij de tweede 500, toen had ik een misser. Ergens halverwege op de 100 meter. Dus daar schrok ik wel even van. Dus toen moest ik weer opnieuw aan, maar... Ja, het is goed gekomen. Ja, het is echt geweldig goed gekomen. Want bracht het ook nog druk met zich mee? Want we zien die druk niet bij jou. Maar Leerdam, die reed de tweede omloop voor jou en ietsje beter. Was dat nog een soort van oh jee? Ja, natuurlijk heb ik wel druk. Maar ik probeerde gewoon vooral te focussen op mezelf en hoe ik moest gaan rijden. Ja, en nog een keer, dat lukt dan geweldig. Nou, bedankt. Want we zien ook helemaal niks aan jou verder. Het is, nee? Oh, nou, ik voel het wel hoor. Maar dat is ook een kwaliteit van een sprinter natuurlijk. Hè? En die heb jij helemaal onder de knie. Ja, je moet cool blijven, want anders dan,
Ja, omdat het nu natuurlijk 2500 zijn. Dus als je de eerste goed rijdt, hoeft niet te betekenen dat je wint. Want er kan van alles gebeuren, de tweede 500. Zoals die misser op de eerste 100 meter. Maar ja, als het dan toch dezelfde tijd wordt, niks aan de hand. Wat ik misschien een beetje onderschat, is dat quarantaineverhaal. Jullie hebben allemaal in quarantaine gezeten. Ja. Wesley Dijs wordt derde, net op de 1500 meter. Ja, supergoed. Ja, ja. Ja. En jij wint hem, maar dat is nog veel beter eigenlijk. Heeft die quarantaine jullie in de weg gestaan? Nou, natuurlijk. Je werkt naar deze wedstrijd toe. En dan is het niet ideaal als je 10 dagen geen ijs hebt. Maar de een heeft er meer last van dan de ander. Alleen ik merkte wel, ja, voor de quarantaine ging het rijden heel goed. En toen we na 10 dagen weer op het ijs stonden, had ik nog niet echt dat gevoel terug wat ik daarvoor wel had. Maar dat is deze week wel weer wat teruggekomen. Maar ja, het heeft wel impact, want je schaats 10 dagen niet. Maar denk je ook dat je harder was gegaan op het moment als je er niet in quarantaine gezeten had vandaag? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dan hadden we wel nog beter naar deze wedstrijd kunnen toewerken. Want nu hebben we nog best wel lang doorgetraind. En zijn we later de rust in gegaan. Omdat, ja, we hadden 10 dagen niet geschaatst. Je bent blij, hè? Ja. Maar ja, net zo goed als je op de baan bent, zo goed ben je ook in je woorden. Want je komt alweer geweldig goed uit je woorden. Nou, dankjewel. Ik doe mijn best. Ja, dat merk ik, ja. Dankjewel, gefeliciteerd. Dankjewel. Dank je. Ze doet haar best in alles. Het is geweldig ook hoe ze kan analyseren, hoe rustig ze overkomt. Past eigenlijk bijna niet bij haar leeftijd. Nou, maar wel haar persoonlijkheid blijkbaar dus. Ja. Ik vind ook dat ze heel erg overkomt dat ze wel ook weet wat ze doet. Maar vooral dat ze de focus op zichzelf heeft. Dus er gebeurt wel iets, maar ze gaat meteen terug naar zichzelf. Ja, maar ik moet eerst nog mijn race rijden. En ik kan alleen maar doen wat ik goed kan doen, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel een kracht is. Dat ze heel erg bij zichzelf blijft en veel meer naar daar de focus op legt eigenlijk. Ja, die focus. En dat klinkt volgens mij altijd makkelijker dan het is. Dus je moet erbij blijven. Je moet bij jezelf blijven. Maar hoe doe je dat? Of zit dat gewoon in je? Het is trainbaar, maar de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Hoe train je dat? Ja, kijken wat voor jou werkt. Bepaalde routines kan je inslijpen. Of echt ontdekken wat bij jou werkt. En wat gewoon heel belangrijk is dat je een doel hebt wat je wil gaan halen. Dat je een focus hebt waar je concentratie op moet gaan leggen. Ja, maar dat is natuurlijk in dit seizoen is het ontzettend moeilijk om die concentratie vast te houden. Omdat er zoveel gebeurt wat je niet in de hand hebt. Precies, en dat lijkt me dus ook wel erg moeilijk. Ze geeft ook aan van we hebben 10 dagen in quarantaine gezeten. Normaal naar een toernooi toe, dan stap je in je cocon en je werkt naar een wedstrijd toe. En nu heb je ook nog spanning erbij van mag ik überhaupt wel racen? Wat komt er uit mijn test? Je bent constant bezig van hou ik wel afstand? Zijn de mensen om me heen wel gezond? En ja, dat geeft echt wel stress met zich mee. Maar ja, zo min mogelijk door laten afleiden. Ja. En vooral je eigen plan trekken. Ja, het is wel interessant dat je op het ijs misschien ook wel kan zien dat de een daar wat beter mee om kan gaan dan de ander. Ja, ja. En als sporter, je hebt ook bepaalde routines die je prettig vindt. En vooral wetenschap uit het verleden. Van hey, zo heb ik het gedaan, dat werkte goed, hier voel ik me goed bij. Ik vind dat prettig om dat op die manier te doen. En nu wordt alles door de war geschopt. Ja. En ook dat je dus een hele andere voorbereiding moet kiezen dan dat je normaal bijvoorbeeld zou doen. Ja, jij hebt dat natuurlijk nooit meegemaakt op deze manier. Nou ja, niemand. Nee. Niemand niet. Nee, maar je zo uit je concentratie en zo uit je seizoen wordt gehaald. Klopt. En ik denk dat wat je dan het beste kan doen is echt vooral altijd weer teruggaan naar jezelf en kijken van wat heb ik nodig, wat werkt voor mij. En wat je wel uit de quarantaine filmpjes kon zien, zeg maar. Ze zat in quarantaine met Wesley Dijs en Ronald Mulder. Ja. Nou ja, online konden we allemaal leuke filmpjes van ze volgen. Dus volgens mij is het qua sfeer wel heel goed. Ja, want wat hebben ze gedaan? Leg even uit voor de mensen die het niet hebben gezien. Ja, allerlei gekke filmpjes opgenomen. En elke dag een ander. En Ronald die maakte allemaal tekeningen. Dus ze hebben zich goed vermaakt. Ze hebben van gewoon een beroerde situatie het beste gemaakt. En ik denk dat dat altijd heel belangrijk is. Ook opvallend de leeftijd van de top vandaag. Heel opvallend Marit Vlederes. Had jij die van tevoren in jouw lijstje gezet? Ik had er wel een sterretje bij gezet. Dat was opgevallen, zeg maar. Maar ik had niet verwacht dat ze al nu podium zou rijden. Nee. En ze rijdt ook een enorm persoonlijk record. Ja. Maar ik vond ook wel echt mooi hoe zij haar tweede 500 meter reed. Echt super sterk. Ze maakte heel goed gebruik van haar tegenstandster. En mooi ritme. Ik vond haar technisch heel sterk rijden.
Ja, absoluut een talent. En nog wel een leuk detail is dat zij haar hele jeugd met Femke Kok samen heeft. Die kennen elkaar door en door, hè? Ja, ja. En daar staan ze nu samen op een podium, samen met Jutta Leerdam. De nummer 2 van dit nationaal kampioenschap. En de enige vrouw die 2 keer in de 37 reed. Sterker nog, 2 keer 37-88 reed. Ja. En daar is Femke Kok. Ja, het is een jong inderdaad. Dit gaat anders, hè? Dit is corona-proof medailles uitreiken. Ja, alles is anders. Zelf pakken. Ja. Maar ook die routines, weet je wel, dat je, die je in een wedstrijd bijvoorbeeld hebt. Van je bandje, je tijd. Je ook gaat, allemaal anders. Het, alles is gewoon anders. Het Wilhelmus is hetzelfde. Oké. Okay. Femke Kok, de nationaal kampioene op de 500 meter, 2 keer 37-88. En Annette, ik vraag me dan ook meteen af, stel dat er weer geschaatst gaat worden. Stel dat in januari en in februari de internationale schaatsers er weer bij zijn. Wat is deze tijd dan waard? Veel. Zij gaat hier misschien nog niet direct om de podiumplekken, maar zij kan zeker wel top 5... Top 10, top 8, zeker wel. Ja. En misschien wel meer. Ja, maar dan heb je het over dit seizoen, hè? Ja. Want uiteindelijk denk ik ook dat jij denkt dat ze nog veel meer kan. Ja. En zelfs al als je kijkt naar de Olympische Spelen van 2022. Ja, als ze zo blijft doorgroeien als dat ze nu doet. Dan kunnen die voor haar wel eens op een heel mooi moment komen. Ja, die zijn over 16 maanden al, hè? Ja, daarom. Het is echt, voordat je het weet, staan we daar alweer. Vraag jij je ook steeds af, hoe doen ze het eigenlijk in het buitenland nu, die schaatsers? Waar zijn ze mee bezig? Niet iedereen kan trainen, niet alle banen zijn open. Het is natuurlijk heel oneerlijk. Ja, het is ook wel heel erg apart, omdat het zo'n... Het is iets waar je zelf ook gewoon helemaal geen invloed op hebt of iets aan kan doen. Nee. Maar, dat maakt het ook wel weer heel makkelijk. Er is niks aan te doen. Klaar. Dat klopt, dat klopt. Maar het is ook daardoor wel inderdaad oneerlijk als je met een oog naar het buitenland kijkt en ziet dat het daar of beter gaat of dat er al meer kan. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ze het daar doen. Ja, nou, we hebben een paar schaatsers gefacetimed om eens, om eens eventjes erachter te komen hoe het gaat. We zijn bijvoorbeeld gaan facetimen met Johan de Wit en die is als trainer in Japan. En daar rijdt ook Takagi. Hoe gaat het eigenlijk met hen? We verlaten Tialf even en schakelen over naar de andere kant van de wereld. Want hoe gaat het ondertussen met de schaatsers in? Japan! Klinkt misschien gek, maar hier gaat het eigenlijk vrij goed allemaal. Ja, I'm fine. De wedstrijden gaan gewoon door. En... We just finished the national championships. And it went well for me. I won the 1000 and 1500 meter. I was happy that we could skate. Het virus is goed onder controle. Ja, op de ijsbaan iedereen mondkapje op, sowieso in de hele stad iedereen mondkap op. Overal ventilatoren in het stadion. Sporters mochten natuurlijk wel zonder mondkapje schaatsen en wedstrijden rijden. I miss the competition with the best skaters in the best in the world. We hebben keihard geknokt om op wereldniveau te komen en dat zijn we nu en dan kunnen we geen wedstrijden rijden. Het is gewoon, het is heel erg dubbel. Wij willen heel graag, alleen het kan gewoon niet. So I'm afraid
that if I get sick, and my family, friends, and other skaters are also in danger. China lijkt ook vrij veilig. Ik ga er gewoon vanuit dat het WK doorgaat en dat we daar tegen elkaar kunnen vechten. For myself, it is important that we can skate. I want to know how the ice, the atmosphere and the city. I want to prepare for the Olympics. Bye bye.